Wij hebben in België de duurste stroom van West-Europa. Wij betalen hier in België 179 euro meer dan in het Verenigd Koninkrijk, 270 euro meer dan in Duitsland, 350 euro meer dan in Nederland en 1170 euro meer dan in Frankrijk. Dus we hebben in ons land een gigantische elektriciteitskloof met onze buurlanden. En dat is gerekend met de prijzen van vandaag, met name 6% BTW en geen accijnze. En wat doet deze regering nu aan die gigantische elektriciteitskloof? Doet ze de kloof dalen? Nee, integendeel, ze doet de accijnzen nog stijgen. En vanaf 1 april krijgt iedereen in dit land een extra regeltje op zijn elektriciteitsfactuur met accijnzen erop. Gemiddeld 10 euro voor gas extra per maand, 10 euro voor elektriciteit per maand. En dat is exact het tegendeel van wat de regeringspartijen een maand geleden zeiden. Ik citeer de heer Conor Rousseau, voorzitter van Vooruit, op 11 januari in het Nieuwsblad, aanhalingstekens open, met de socialisten in de regering komt er geen extra tax op de energiefactuur. Wel, en moet mij eens vertellen hoe dat je 240 euro per jaar extra betaalt en hoe dat dan geen tax is. Het zijn maar accijnzen, zogezegd. Maar de mensen, beste regering, de mensen in ons land zijn niet dom. En de mensen weten heel goed dat wat ze gisteren betaalden aan BTW, dat ze dat morgen aan BTW en accijnzen gaan betalen. En daarom is mijn vraag heel eenvoudig. Hoe denkt Vivaldi hiermee weg te komen? Hoe kan het dat wij de duurste stroom hebben in West-Europa en dat jullie hier afkomen met opnieuw een accijnsverhoging? Deze hervorming van het accijnssysteem die zorgt er ook voor dat de fiscale lasten op de factuur dat die stabiel blijven. Meneer Martens, als u hier beweert dat dit een vestzak-broekzakmaatregel is, dan staat u gewoon keihard te liegen. Bent u hier staalhard aan het liegen? Als u hier beweert dat wij de koopkracht niet beschermen, dan liegt u gewoon staalhard, want die lasten gaan naar beneden. Over leugens gesproken. Ik heb twee punten gezegd, mevrouw de Prater. 1. België is het duurste land van elektriciteit in West-Europa. Waar of niet waar? En 2. Uw voorzitter heeft 1 maand geleden gezegd er komt geen nieuwe extra tax op energie. Waar of niet waar? Ondertussen verhogen jullie de accijnzen. Jullie verhogen de accijnzen. En wat doen jullie? Jullie begraven het met taal. Zeg niet accijnsverhoging, zeg accijnshervorming. Zeg rechtvaardige accijnzen over een indirecte belasting die onrechtvaardig is. En dus de waarheid is, jullie komen hier met een recept af voor accijnsverhogingen om die BTW-verlaging te compenseren. Minister Van Petegem heeft dat toegegeven en jullie weigeren nog altijd 1 jaar na de energiecrisis om die prijzen echt te blokkeren.